Ronnie Asabina is vanmiddag gekozen tot de nieuwe voorzitter van de Partij voor Broederschap en Eenheid in de Politiek, BEP. De bestuursverkiezingen hebben vandaag plaatsgevonden in het BEP-centrum aan de Nieuwweergevondenweg. Asabina kreeg 124 van de 195 geldige uitgebrachte stemmen. Eerder op de dag had oud-voorzitter Caprino Alendi zijn kandidatuur voor het voorzitterschap ingetrokken. Vanaf toen ging het om de kandidaten Ronnie Asabina en Celsius Waterberg. De laatste was tot op dat moment de voorzitter. Alendi, die de partij ruim 25 jaar heeft geleid, heeft zich teruggetrokken omdat hij ruimte wilde bieden aan een jongere persoon als Asabina, zo meldt DWT Online. Edgar Dikan, die als BEP-bestuurslid de ALV mocht openen, riep de partijleden op om ongeacht het resultaat van de verkiezingen de normen en waarden van de partij hoog te houden. En de waarden en normen dat hij moest houden, omdat hij dat naar je identiteit. Dat maakt een verschil uit en dat maakt iets maar dat sluit de andere partij. U hoort de Sandisi, wie Sumatra voorzitter, wie Sumatra ondervoorzitter, wie Sumatra de leerpartij. U hoort de Sandisi, Nu vergeet dat je nou een pepper. Je hebt bepaalde waarden, je hebt bepaalde normen. U sabi dat je deed in een coalitie, dan een coalitiepartij. En omdat de normen voor nu, als CV voor nu, is zo belangrijk. Daarom maak ik nooit een carrière dat ik een pepper, want mijn jaren zoals mij tak à la partij, en doe bepaalde stand, dat ik een pepper, maak ik schuldig naar bepaalde praktijken. Kies er gewoon aan wat dat naar web. Trouwen met een coalitie, jouw beheerde tak de technologie, UNU, bijna 3 jaar, ik ben nooit een jaren stand, omdat de man sabi dat ik een waarde en een normen wil worden. Aldus Edgar Dikan, hoofdbestuurslid van de BEP, vanmorgen in het BEP-centrum, waar er een nieuw hoofdbestuur is gekozen. Ronnie Asabina is de nieuwe voorzitter. Hij kreeg 124 stemmen, terwijl 71 BEP'ers op oud-voorzitter Celsius Waterberg stemden. De verkiezingen hadden een rustig verloop.